Om de toenemende stroom vrachtverkeer van en naar Medel, Kelle en Latenstein goed te kunnen verwerken, wordt vanaf half oktober het kruispunt van de Grote Brugse Gintweg met de Hoogkellense Weg in Tiel ingrijpend gereconstrueerd. Hiervoor was het kruispunt volledig afgesloten. Na de reconstructie kan het verkeer vlotter doorstromen. De reconstructie is onderdeel van de kwaliteitsverbetering van Kelle waar dit jaar mee begonnen is. Om het verkeer uit middel vlotter te laten doorstromen wordt de weg vanaf de brug vloeiend aangesloten op de weg richting Kelle. Het verkeer wordt voortaan geregeld met verkeerslichten. De verwachting is dat door deze maatregelen de wachtrijen tijdens de spits verleden tijd zijn. Na enkele voorbereidende werkzaamheden wordt het kruispunt in de tweede helft van oktober helemaal afgesloten voor autoverkeer. Fietsers, voetgangers en hulpdiensten kunnen wel blijven rijden. Als alles volgens planning verloopt, gaat het kruispunt eind december 2014 weer open.